Het is 2012. In de afgelopen 25 jaar zijn we welvarend en verwend geworden. Waarom werden we eigenlijk zo snel rijk? Jort Kelder gaat op de koffie bij de hoofdrolspelers van het snelle geld. En we leren hem kennen als getuigendeskundige en medeplichtige. We gaan terug in de tijd. Het is 1989. Ik studeer dan af als meester in de rechten op de juridische kanten van vijandige bedrijfsovernames. Jazeker. Tobberig gezeur van vakbonden en vermoeiende hiërarchische bedrijven, dat was helemaal uit. Er ontstond een nieuwe beweging van jonge ondernemingen die naar de beurs gingen. En van de snelle jongens die al die dynamiek vertegenwoordigden. Ik sta hier in Amsterdam aan de Herengracht waar op nummer 247 in 1986 quote begon. Quote, het snelle geldblad dat eigenlijk de jaren 80 definieerde. Ik werkte er toen nog niet. Mijn baas Maarten van der Bichelaar richtte het op. Ik heb nu een afspraak met hem. Ah. Financiële pagina's in de kranten bestonden uit niet veel meer dan ondoordringbare beursberichten. Mooie reden om daar verandering in te brengen. In Nederland waren eigenlijk ondernemers, dat waren grijze muizen. Zeg maar de directeur van de grote ondernemingen. En echt veel kleine ondernemertjes, die had je niet veel. En ik had zoiets van, ja, die moet je meer tot helden maken. Veel industriële bedrijven gingen in de jaren 80 failliet. Het was de tijd dat we bang waren voor Japan. Het land van de reizende zon zou onze verschrompelde industrie verslaan en economische wereldheerschappij veroveren. De technologische trots van Nederland was in problemen. Philips. En er was één man die alle last op zijn schouders kreeg, op zijn grote hoofd. En ik ga bij hem op bezoek. Het is natuurlijk de bedoeling dat u mijn deur opent. Jazeker. Dag meneer Timmer. Welkom. Als je, zoals wij in Nederland, een fase hadden doorlopen na de Tweede Wereldoorlog van alsmaar beter, alsmaar gunstige voorwaarden, stijgende lonen, mooie vakantieregelingen, korter werken, dan kun je wel denken dat anderen in de wereld je daarin volgen, maar dat was een grote misvatting. Dus je wordt te duur. En het beraad waarover ik sprak heeft tot de overeenstemming geleid dat wij tussen nu en eind december een vermindering van ons aantal werknemers zullen bewerkstelligen voor een aantal wat ligt tussen de 35.000 en 45.000 man. Al die zekerheden vielen weg en ook demonstreren zou niet meer helpen. En dan verandert er iets essentieels in Nederland. Banken begonnen te groeien. Banken gingen fuseren. En ondertussen werden ook fusies met allerlei buitenlandse instellingen steeds normaler. Dat betekende een winstmachine. En dat betekende ook de start en de snelle expansie van de Hollandse haute finance. Terwijl de maakindustrie uit ons land verdween, ontstond er een compleet nieuwe financiële industrie. Natuurlijk bood dat buitenkansjes voor echte snelheid. Daar is die. Komt u maar. Dag Jort. Dag Goedemorgen. Terwijl de oude industrie traag als een mammoetanker de koers probeerde te verleggen, profiteerde Joep van den Nieuwenhuizen optimaal van de malheur in de maakindustrie en bouwde een uitdijend imperium. Hij stiefelde binnen, bladerde door de boekhouding, schatte zijn winstkansen en ontsloeg de moe gestreden directie. Dan zeg ik €1,5 miljoen aan gebouwen, €1 miljoen aan machines, €6 miljoen. Waarna de zaak gereorganiseerd werd en met vette boekwinst in de balans werd opgenomen. Nadat we dus een beetje succesvol waren geweest, zeg maar, hè, met 7 ondernemingen in de eerste 2 jaar, kregen we dat dus ook voor elkaar, omdat we toen ook meer banken zich aan begonnen te bieden om onze activiteiten te financieren. Later ook Italiaanse banken, Japanse banken, Taiwanese banken, die zeg maar onze avonturen gingen financieren. Intussen bouwde Joep van den Nieuwenhuizen vanuit zijn Braschaatse hoofdkwartier vrolijk verder aan zijn almaar zwellende Begeman-imperium. Kasteel de Withof. Kasteel de Withof. Dat gaat heel lang goed, totdat hij mot krijgt met justitie over vermeende handel met voorkennis. Deze affaire zou de eerste in een serie aanvaringen met de staat zijn. Kijk, dit was de groep zoals die in 87 erbij stond. Ik denk dat we echt innovatieve financiële constructies hebben uitgevonden. Ja. Ik ga net zo ver als de wet toestaat. Niet verder, niet minder ver.
Maar het is wel leuk om een beetje de grens op te zoeken, toch? Tuurlijk. Hè? Aan de grens groeien altijd de mooiste bloempjes. Dat is zeker waar. En de mooiste bloemetjes plukken. Daar gaat het natuurlijk om bij het snelle geld. De overwinning van het kapitalisme na de val van de muur had één ding duidelijk gemaakt. Als ondernemer moest je vernieuwend zijn en op het scherpst van de snede opereren om te kunnen slagen. Sommigen, zoals Jan Timmer, deden dat door rigoureuze maatregelen te nemen om zo hun bedrijf te redden. Anderen, zoals Joep van de Nieuwenhuizen, deden dat door creatief te boeken.